Ja, Freddy. Heel kort door de bocht. Een hele saaie wedstrijd. Ja, dat was het natuurlijk. Ja. Bloedeloze 0-0, zoals dat zo mooi zeggen. In dit geval waren er nog wel wat kansen. En bloedeloze 0-0 wil zeggen helemaal geen kansen. Nou, we hebben het dan wel de kansen gehad bij de partijen om te beslissen. Maar het was geen mooie wedstrijd voor het publiek, denk ik. En ik denk dat het weer daar apart kan spelen. Ja, je zei al eventjes van nou, het was erg warm. Hè? Je bent eerder vanmiddag bij Nusweer 2 wezen kijken in Berkum. Dan dacht je eventjes dat de wind misschien kwam en dat het wellicht een beetje wind meegenomen, maar het zat er niet in, hè? Nou ja, ik heb het in de jongens ook wel gezegd, want ik vond dat de warmte wel meeviel. Dus dat is prima dat ze daar konden spelen. Ze waren niet helemaal met me eens voor elkaar gehad. Maar goed, ik dacht bij Berkum inderdaad van nou, dat windje dat helpt wel een beetje. Maar er zat er wel heel veel last van. Ja, kunstgras is natuurlijk wel zo dat het de warmte stijgt op. Dus het is een extra handicap zo van kunstgras. Maar goed, we hebben het afgesloten zonder blessures van beide partijen. En daar ben ik alweer heel erg blij voor. We gaan nu dinsdag nog één keer trainen met elkaar. Dan hebben we nog dingen afgehandeld met elkaar. En dan gaan we, denk ik, eind juni, begin juli wel een tussentraining sessie plaatsen. Omdat het de stop is 11 weken. En ik vind 11 weken wel heel lang. Dus we plaatsen daarin wel een tweeweekse trainingssessie. Ja, nog even terug naar de wedstrijd van vanmiddag. Ik neem aan dat het plan was toch om die wedstrijd in winst om te zetten. Want dat had kunnen betekenen dat je van de 10e wellicht naar de 7e plaats op de ranglijst zou stijgen. Misschien toch wat vertekend als je kijkt naar het resultaat van de wedstrijden van de afgelopen periode. Het is nu 9e geworden, hè? KFC blijft nog voor je. Je komt, hier de zak achter je. Ja, wat was het plan? Ja, het plan was om sowieso te winnen en te gaan voor de eventuele 7e plek, dat is een rijtje. Vertekend, ja, daar ben ik dan niet mee eens, omdat ik vind dat we met de winterstand stonden op de 4e plek, waar we al heel veel punten hadden. Dus als je alle anderen al optelt, zou 7e en 8e plek prima zijn geweest, denk ik. We hadden het plan om vandaag gewoon in die 88e minuut 1-0 te maken, maar ja, de scheidsrechter werkt niet meer, die zie je eraf, ja, dat stond. Ja, dat had ik niet op gerekend. Ja, sommige dingen kun je niet plannen. Nee, maar het had ook zomaar in de 80ste 0-1 kunnen zijn. Ja? En dan was er helemaal geen 88ste geweest, weet je? Maar ik denk dat wij bijna, wat ik straks al zei, beide hadden kunnen winnen. En ik denk dat ik helemaal in voor de keeper in plaats van dat hij de ding erin schiet en maakt hij een kapbeweging nog een keer. En Chris kreeg een kobbel die moet maken misschien. En zo heeft het toch zo gehad. Ja, ik heb op zich wel verder met de 0-0. En ik ben blij dat we vorige week ons veilig hebben gespeeld en dat we vandaag niet in deze hitte ook de concentratie zo hoog moeten hebben dat je moet winnen, want dat is echt super moeilijk. Dus ik denk dat de jongens het de laatste week ontzettend goed gepakt hebben. Ik heb het al even een stukje geschreven op de website. Complimenten aan alles wat er rondom Nunfin zit, wat mij betreft. Bestuur, TC, sponsoren waar we nu hier staan, maakt niet uit, supporters zelf. We hebben ons een echte vereniging getoond, denk ik. En als we dan toch die stap willen maken met z'n allen, wat ik ook heb gezegd in het stukje, dan is dit een goed begin. En dan denk ik dat het de opmaat moet zijn om naar de komende jaren om het steeds meer met elkaar te gaan doen. En niet geen eilandjes te vormen. We gaan het met heel veel Nunspeetse mensen doen. Maar goed, daar hebben we elkaar heel hard bij nodig. Willen we dat tot een succes maken in de komende 4-5 jaar. En dan laat dit dan een opmaat zijn naar die komende jaren. Ja, beleving als vereniging, zo omschreef je het in het stukje op de website. Kun je het eens toelichten? Nou ja, ik ervaren het ook echt zo. Hè. Die tweede helft van Go Ahead Kampen heeft dat gedaan. Ik doe dat eigenlijk zelden, want dan wordt het een kunststukje. Maar ik ben in de rust daar eigenlijk na 5 minuten weggelopen. Ik heb dingen gezegd en omgezet. Echt boos geworden. En gezegd, nou weet je wat, je moet maar eens even met elkaar in gesprek. Nou, de jongens hebben dat blijkbaar gedaan. Ik weet niet eens wat er gezegd is. Ze hebben het ook nooit nagevraagd. Maar in die tweede helft draaide ze dat ook. En op dat moment ontstond er wat. En dat kon je zien in de wedstrijd tegen Dronten, dat kon je zien in de wedstrijd tegen WAC. Dat ze in ieder geval met elkaar ervoor wilden strijden om tot het resultaat te komen waar we nu staan. En dat is die veiligheid. Maar ik merkte toen ook aan de appjes die ik kreeg van de mensen rondom bestuur, TC. Allemaal met bemoedigend. En als je wat heb je nodig, kan ik je helpen? Kunnen we het team helpen? Wil je wat met je team? Kunnen we daarin steunen? Nou, de supporters die er waren, die erachter gingen staan. En dat creëren de jongens ook door hun manier van beleving in het veld. Vorige week bij Wezen. Ja, dat vind ik, dan ben je met elkaar een vereniging. En dus dat is een beleving als vereniging. En dat hebben we niet gewonnen met een team, maar we hebben gewonnen met een heel breed team. En dat hele brede team is dus die hele vereniging. En dat is wat ik mee bedoel.
Maar had je dat niet graag al eerder gezien? Hè? Nu komt het bij die wedstrijd met, tegen Go Ahead Kampen, vorige week bij WAC. Had je dat al niet graag eerder gezien? Nou ja, ik zou liegen als ik ontken dat dat zo is. Maar ja, ze vragen aan mij overal op mijn werk of waar, dat ook heel graag, heel gauw van waar ligt het nou aan? Waarom lukt het niet? Of een keer, hoe heb je het omgedraaid? Je doet zoveel dingen in je leven. Ik ben 17 jaar trainer. Soms doe je één ding bij een ene vereniging of één team en dan doe je hetzelfde bij een ander team. En bij de een staat het aan en bij een ander niet. Waarom? Ja, dat ligt ook aan de karakters in je team. Dat ligt aan de steun die je team misschien voelt, vindt en vangt van de bestuur TC, weet ik wat. Hier zijn het aan de ene kant de sinaasappeltjes van Erwin, die sinds die tijden zijn. We hebben een aantal momenten gekozen dat we juist ervaren jongens op de bank hebben gezet in plaats van die jonge jongens. Om ook een sein af te geven aan die jonge jongens. Want ja, ook in moeilijke tijden hebben jullie gewoon kansen. En dan moet je het ook met elkaar doen. En zeg maar, waar het gebeurd is, weet ik niet. Misschien op een moment waar ik niet bij was in de kleedkamer, dat ze elkaar hebben vooropgestolen. Maar het is ergens gebeurd en die klik moet er een keer zijn. En voor mijn gevoel is die klik wel het hele jaar geweest. We hebben echt als team gefungeerd, zowel in staf als in spelersgroep, als bij elkaar. Ik heb daar nooit in ervaren dat, dat ik dacht van nou, nu lig ik onder vuur of een ander. Maar, en ik denk ook dat met name, daar hebben we in het begin van het seizoen op geïnvesteerd, we hebben daar ook naar gehandeld. Van jij bent een teamspeler, of hoe dan ook. En dat accepteren dingen niet, en sommige dingen wel. En ik denk, ik ben er echt zelf van overtuigd dat die dingen aan het eind van het seizoen terugkomen en uitbetaald worden naar waar we over vragen zijn. Oké, dat is duidelijk. Einde van het seizoen is ook afscheid nemen van spelers, komen ook weer wat nieuwe spelers. Dus ben je nog bezig op dit moment om, behalve de spelers die doorgroeien naar de eerste selectie, om spelers aan te trekken? Nou, in wezen hebben we de selectie vol. Natuurlijk houden we onze oren en ogen open, maar het is niet zo dat wij, het is heel duidelijk, ons verhaal is financieel en de Nusselt gaat naar een eigen gezicht. Dat staat ook in het stukje, daar haal ik even wat ik ga zijn. Dus we kijken om ons heen naar talenten, naar mogelijkheden, naar eigen talenten al eerst. Nou, die zijn er al. Dus wij zouden heel graag op één plek de selectie aanvullen, maar dat moet mogelijk zijn. Voor de rest denk ik dat we rond zijn en dat daarnaast de jonge talenten volgend jaar, als ze nog in de twee jaar, dat ze het geduld hebben, want dan is het niet per se een samenwerking in het eerste jaar, maar dat we echt die jongens de kansen kunnen gaan geven als ze die pakken bij ons in het eerste te spelen en dat we dan steeds weer een eigen gezicht gaan krijgen. Goed, volgend seizoen gaan we dat allemaal beleven. Dankjewel Freddy Smit. Fijne zomer. Iedereen bedankt hier in het Business Home van de voetbalvereniging Nunspeet. Alle gesprekken die we hier gevoerd hebben na de wedstrijden. Fijne zomer en graag tot september.